Dit is hem dan, het eerste lammetje uit Exlo van 2024. Vaak denk je bij lammetjes aan de lente, maar dit is toch echt geen vroegertje. Nee, wat dat betreft is het niet heel vroeg. Maar ik kan me voorstellen dat als je denkt aan lammetjes in voorjaar, dat het nu wel een beetje vroeg voelt, ja. Het lammetje luistert naar de naam Bassie. En niet vanwege een rode neus. Ja, vorig jaar had ze ook een lammetje, was ook het eerste ooit die gelammerd had van het jaar, net als dit jaar. En toen heette die Benny. En we wilden eigenlijk eenzelfde soort naam, weer met een B en het was weer een rammetje. Dus nou werd het Bassie. Bassie mag dan de eerste zijn, maar zoals het spreekwoord zegt, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Nou, het is nu even een soort van radiostilte aan de kant van de schapen. Maar ik hoop straks, dan barst het in één keer los. En dan, ja, dan zullen alle, het grootste gedeelte zal dan hier straks ook met lammeren lopen over een paar weken. En het zijn ook wel dieren die wel zelf kunnen lammeren. Deze schapen zijn vrij natuurlijke moeders en ze kunnen goed zichzelf redden. Dus dan laten ze gewoon op een gegeven moment alleen. En je hebt ook vaak dat dieren pas gaan bevallen als ze alleen zijn. Dus als je er dan de hele nacht bij gaat zitten, dan rek je het misschien alleen maar op. Nu loopt jong en oud nog druk door elkaar heen in de stal. Ze moeten nog even geduld hebben voor ze weer naar buiten mogen. Op 1 april, dan gaan we weer lopen. We hebben van tevoren op 18 februari nog Lammetjesdag. Dus dan gaan ze ook hiernaast en dan kunnen de mensen ze ook allemaal bekijken. En op 1 april, dan gaan we weer naar buiten. Dan gaan de lammetjes, als het een beetje mee zit, allemaal mee.